Het was een afschuwelijk misverstand. Het 17-jarig meisje dat in Spanje om het leven is gekomen toen ze ging bungee jumpen, zat wel goed vast aan het bungee cord toen ze sprong, maar het cord zat nog niet vast aan de brug. Het meisje overleed gisteren. En vandaag vertelt de reisorganisatie wat er precies gebeurd is. Een viaduct van een snelweg in de noordwestelijke regio Cantabrië. Daaronder een riviertje. De afspringen heet in het Spaans puenting en het is populair onder jongeren. Het wemelt van de video's op YouTube. Alleen bij een Nederlands meisje gaat het gisteren gruwelijk mis. Een van de responsables de la empresa dicen: oké, cuando es el tiempo de saltar, don't worry, just jump. Y en ese momento la chica salta. Pero la cuerda no, a este momento no, no es fixa en la puente. De afstand naar beneden is zeker 40 meter. Het meisje zit dus wel aan het touw en er wordt nog geprobeerd om haar val te stoppen. Y el otro dice, oh no, 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 has probar de intentar la cuerda, pero no, sí, y es todo. Aan het viaduct hangt standaard een ander touw waarmee je er zo op klimt. Veel organisaties bieden puenting aan, maar omwonenden zijn verbaasd. Y nos hemos enterado ahora, última hora, de que se había hecho, no sabíamos nada. Desde aquí la autovía y este estamos viendo aquí todo lo que tiene aquí montado, pues vamos, me parece. Maar volgens de Belgische reisorganisatie is er niets mis met het springen en ook niet met het bedrijf dat het regelt. Es una empresa, yo creo, muy profesional. Ayer es un accidente terrible, una mala comunicación. Toch zegt de regioregering: springen van dit viaduct is verboden. De Spaanse justitie bekijkt of de organisatoren van de sprong vervolgd moeten worden.